Lisa, kan jij vertellen waarom je naar de Alfa bent gekomen? Ik ben naar de Alfa gekomen samen met mijn vriend Stefan. Ik heb daar deelgenomen omdat ik helemaal niet bekend was met het christelijk geloof. En ik daar op een leuke, open manier kennis mee wilde maken. Stefan, wat heeft de Alfa-cursus jou gebracht? De Alfa-cursus heeft mij gebracht dat ik weer met een frisse start in het geloof ben begonnen. En uiteindelijk ben teruggebracht naar de essentie. Van het echte ware geloof en hoe dat ook hoe je dat dagelijks ook in de praktijk invullen kan geven. En allemaal stukje op weg met elkaar. En dan gaat iedereen weer zijn eigen leven verder. Anton, wat vind jij? Nou, wat ik vooral heb meegenomen is dat gewoon het leven wat Jezus ons voorgeleefd heeft, dat er gewoon nu er gewoon nog steeds heel erg toe doet. Als je denkt aan een Alfa-cursus, zijn er dan dingen waardoor je echt verrast werd? Ik vind vooral toch de openheid van iedereen naar elkaar toe. Daar werd ik wel echt door verrast, zeg maar. Iedereen durfde zich echt helemaal te geven wat dat betreft. Ik vond het online natuurlijk, dit is wel iets anders, maar nee, het was goed te volgen. En uiteindelijk had je toch wel echt contact met elkaar. Dus ik vond het een goed alternatief. Nou ja, letterlijk een goed alternatief. Ik ben wel meer van echte contacten, zeg maar. Minder van techniek. Wacht even, mijn accu is bijna leeg. Oh. Nee, dit duurt toch maar een half uur. Daarvoor ga je naar de Alfa, hè, om je accu op te laden. Ja, wij zijn klaar, Lianne. Ja? Nee, maar het is heel serieus, maar je kan ook lachen, hè? Dat is juist zo leuk. Ik vond de sfeer ook heel respectvol. Ja, en het kwam denk ik ook wel door het eten vooraf. Dat het natuurlijk hier vooral gezelligheid maakte. En dat je ook inderdaad ook even je dagelijkse dag kon bespreken en elkaar misschien ook wat beter kon leren kennen. Toen jij dat zei, Lisa, wilde ik meteen inschrijven. Ja, ik denk dat het ook niet echt gelimiteerd is voor een bepaald type persoon of voor echt een bepaald moment in je leven. Ik denk dat het altijd wel toevoegt, zeg maar. Ja. In onze groep had je dan best wel diverse mensen die gewoon al wel met regelmaat naar de kerk gingen. Nou, ikzelf had dan een paar jaar niks meer met het geloof gedaan. Maar inderdaad ook mensen die er helemaal niks van afwisten of vrij weinig. Dus je ziet juist dat je die verschillen hebt, dat je daardoor ook hele interessante gesprekken op gang kan krijgen. Ja, dat voegt wel heel veel toe. Dit is wat Alfa met je doet. Dank jullie wel.